Zaterdag is tijdens het CDA-congres in Amsterdam binnen de partij gesproken over het kinderpardon en is er uiteindelijk een resolutie aangenomen waarmee het kabinet meer handvaten krijgt om kinderen van asielzoekers die vaak al jaren in Nederland zijn of hier zelfs zijn geboren in Nederland te laten blijven. CDA-raadslid uit Neder-Betuwe Martin Hommersom schreef mee aan de resolutie. Ik heb eind december, begin januari me gebogen over de problematiek rondom de gewortelde kinderen in Nederland. En bent u tot de conclusie gekomen dat we niet anders kunnen als deze kinderen in Nederland de plaats geven of laten houden. Want ze zijn langer als 15 jaar hier. En dan kun je toch niet met droge ogen zeggen van we sturen ze terug naar een land dat ze helemaal niet kennen. Inhoudelijk was het nog niet zo makkelijk om de resolutie goed te formuleren. En een belangrijk punt in deze is de zorg voor je naasten, barmhartigheid, en dat hebben we in deze getoond. Zonder afbreuk te doen aan het feit dat we natuurlijk wel goed moeten oppassen en goede regelgeving moeten hebben voor toelating tot ons land. Hommersom is blij met de manier zoals dit proces is verlopen. Dat is democratie ten top. En ik denk dat dat in de toekomst vaker gaat gebeuren. Je ziet het nu bij het CDA gebeuren, maar je ziet het met veel maatschappelijke problemen die toch vanuit de onderkant, vanuit de maatschappij, zeg maar, in Den Haag bespreekbaar worden.